In de 10 jaar Piri Piri op het Wena is Braziliaanse muziek om de 2 weken. Nazaten in de tussentuin met de Braziliaanse accordeonist Toninho Ferragutti. Er is een item gemaakt over André Kars, die in 1981 is overleden en Nederlandstalige rocknummers schreef. De nazaten in de tussentuin met de Braziliaanse accordeonist Toninho Ferragutti. Thank you.
Nu over naar Revolution in B minor in het Grounds podium. Met de Zimbabwaans Nederlandse singer-songwriter Rina Mushonga. Singer-songwriter festival. Oh, let's make sure I'm in the right place. Time to get that. Piri Piri.
Portugees restaurant op het Wena organiseert hele gezellige bijeenkomsten. Zoals afgelopen zondag Braziliaanse muziek. Allerlei jonge mensen en oude mensen. Alles door elkaar. Iedereen die een beetje inbreng heeft op een instrument komt terecht in de Brazil-sessie in Tia Piri Piri. No carnaval, quero apagar as marcas do meu samba que eu não mais. E para aliviar os meus sentimentos, guardei meu violão, não toco mais. Thank you.
Over André Kars, schrijver van Nederlandstalige rock'n'roll liederen. Want vinden wij onszelf niet regelmatig terug om 3:30 s'nachts in die steenkoude onverlichte gang, te midden van allerlei vreemdsoortige rotzooi en afloos weggepleurde kledingstukken? En vraagt men zich dan niet af, van hoe lang legt André Kars uit Delft al in die gang? En ik was in mijn sassen, maar waren zijn mijn schoenen en waar is mijn jas? Zijn jas, hey, waar is mijn jas? En hoe lang, leer ik al op te gaan? Hoe lang, hey, zeg mij hoe lang? Ik heb pijn in mijn hartjes en de last van mijn rug. Nou wil ik ook wel graag mijn steunzolen terug. Niet zo lang geleden, misschien een week of twee, ging ik eens naar de film toe. Er was niets op de tv. En met de sleutel in mijn hand, liep ik naar mijn fiets en dacht ineens, dat is trappant. Hey, waar is mijn fiets? Zeg, hey, mijn fiets is weg. Hey, waar is mijn fiets? Zeg, hey, mijn fiets is weg. Dat is toch eigenaardig, ik heb ook altijd pech. Hey, waar is mijn fiets? Hey, mijn fiets is weg. Ja, dat ging zo door, hè? Zie lieve, je wijf in de blote reet en jou in je onderste pak. Ja. Nou, jongen, even kijken hier. Dit zat er ook tussen. Dat is ook geweldig. Dit is een weergave van een proces verbaal. Hier staat erbij, zie je. Zondag 5 oktober 1980. De inbeslagname van de apparatuur. Kan jij nog herinneren dat het was rond? Heemraad Singel. Het was bloedheet en het was op een gegeven moment zo vol dat de fout gemaakt werd dat mensen gingen de ramen open doen aan de achterkant om frisse lucht naar binnen te laten. Waardoor de buren uiteraard gingen klagen. Maar het was natuurlijk keiharde rock'n'roll. En ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar het was mut vol en het was een zaaltje aan de Heemraad Singel inderdaad. Maar op een gegeven moment gingen die ramen weer dicht en werd het zo vol en de muziek was zo hard dat niemand meer. De bel hoorde beneden. Dus die politie op een gegeven moment die was het echt goed zat. En die kwamen op een gegeven moment de trap opgestormd. En toen werd de apparatuur in beslag genomen. Kan je dat nog herinneren? Ik kan me dat precies herinneren. En André die deed precies. Ja. Die dacht van, ik heb je. Die wilde precies dat de serie nummer is en alles weer opgeschreven. Ja, dat moest opgeschreven worden. Slingerland was mee, het? Ja, Brigadier Slingerland. Ja, ja. Man is ook helaas al lang overleden. Maar, en ik weet nog goed dat ze waren weg. En toen kwam er iemand die op dat feestje was. Ook, en die zei van, joh, wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? En toen zeiden ze, ja, ze hebben de boxen meegenomen. En die zei, dat is niet slim. Ze hadden beter de versterkers mee kunnen nemen. Wacht maar, ik ga even naar huis. Ik haal wel even een nieuwe box. Oh, nee, dat weet ik weer niet. Er kwam overeen met bestelwagentje voor. Met nieuwe boxen, die werden aangesloten. En het was twee keer zo hard op een gegeven moment. En toen kwamen ze op een gegeven moment, kwam diezelfde Brigadier Slingerland met getrokken pistool. Met een heel team achter hem aan, de trap op. En toen werd iedereen gesommeerd, ogenblikkelijk, het pand te verlaten. Ja. En het mooie was, en toen werden wij op een gegeven moment vriendelijk verzocht om mee te gaan naar het bureau.
Want er moest het proces van Balen erop gaan. En dus dat gold voor de hele band, behalve voor André. En André is daar toen op zijn Solex achteraan gereden. En wij zaten daar al op het bureau. En aan de koffie, dat kregen we dan wel, want ik was toch jager. En André stond beneden, dat hoorden wij, op de deur te bonken. Open doen, open doen, ik ben André. Het is mijn band, potverdomme, weet je wel. Nou, dat is niet aan het reden. Zeg mij hoe lang. Ja, want het is vandaag 9 mei 2011. En precies 30 jaar geleden heeft André Kas zelfmoord gepleegd. En daar wilden we dan toch even bij stilstaan door deze kleine hommage. Hij was manisch depressief en daardoor gebruikte hij allerlei verdovende middelen en toestanden. En dat kon hij niet vanaf. Dus hij is 29 jaar geworden, 30 jaar geleden overleden. En een muzikant in hart en ziel. Allemaal eigen nummers gemaakt. Nederlandstalige rock'n'roll. Die zijn op, dat is taboe. Dat is taboe. Nou, ik was, ja, ik heb hem eigenlijk de laatste 2 jaar van zijn leven dan meegemaakt. Ik als zijn vriendin. En ik had hem ontmoet via Tassie Smit, die woonde ik toen mee samen, ik was net gescheiden. En die managde de André Kas Band. En toen kwam ik hem tegen en hij was een heel ondeugend, een soort rebels type. En daar was ik wel heel erg van gecharmeerd. En, nou ja, toen heb ik zijn muziek leren kennen en ja, dat was heel bijzonder en heel erg intens. Maar ik denk dat Ad, ja, die heeft natuurlijk zijn hele verleden meegemaakt. Die, ja, ik heb André inderdaad vrij vroeg leren kennen. Tenminste, de André Kas Band heeft 8 jaar bestaan. Aanvankelijk als feestband van de Kunstacademie. Dus daar heette we ook Philip Flut en de Feestneuzen. Dat was de eerste benaming. Daar traden we op academiefeesten. En toen dat wat serieuzer werd en we ook op andere partijen gevraagd werden te spelen, concerten waren het niet, maar wel optredens, toen werd het Philip Flut. En later is dat opgegaan in Philip Flut Opleving. En daarna werd het de André Kas Band, omdat het toch heel duidelijk werd dat die band werd, de spil daarin was André als componist en tekstschrijver en gitarist met name. En ja, ik was een hele eenvoudige drummer. Ik kon 3/4 en 4/4 maten spelen, maar dat was goed genoeg voor de muziek die we aanvankelijk speelden. En ja, André Kas heeft 8 jaar bestaan, net zo lang als de Beatles. Ze heeft veel chance, maar ik heb bij haar geen schijn van kans. Ja, het was een gigant. Het was een hele ruwe bolster. Ja, blanke pit moet je dat dan achter zeggen. Ik weet niet of dat zo was. Maar het was wel een hele frappante persoonlijkheid. Het was een begenadigd componist, tekstschrijver. Ik denk nog belangrijker was dat. Dat hij daarin nog belangrijker was dan als gitarist. Maar hij had natuurlijk ook de ideeën voor die tijd. Hè. Je had natuurlijk pop in moerstaal, dat had je nog allemaal niet. Nederlandstalige rock and roll was buiten normaal eigenlijk. Was je helemaal geen bands die in de eigen taal zongen. Daar waren we daar niet mee bevriend, maar daar traden we wel mee op. Nee, het was allemaal low budget en het was ook niet echt commerciële muziek waar platenmaatschappijen nou zo in geïnteresseerd waren natuurlijk. Hè. Ook door het jargon waarvan André zich bediende, als we het hebben over de taal en de tekst. Er was bijvoorbeeld een tekst, ook al zoiets, dat deed je gewoon niet, zo'n heel lang nummer. Er was één nummer dat heette, ik zie liever je wijf in de blote reet dan jou in je zondagse pak. Nou, dat was not done, weet je. Het volgende nummer, dames en heren, dat heet... Hoe lang lig ik al op de gang? Wat ook zo'n hit, de Zeepfabriek Blues.
Fantastische nummers gehad. Wil zijn je vriend of een vibrator? Wil zijn je vriend of een vibrator? Ja. Waarom tref ik haar nooit thuis? Ja. En ik vraag me af. Ja, prachtig. Keiharde rock en roll. Hè. En, geen band, maar burengerucht. Dat waren van die termen waarmee we de vrolijk strooiden als de publiciteit gescoord moest en gecreëerd moest worden. En we hebben daar heel veel lol mee gehad. Echt jarenlang toch wel best veel opgetreden. Niet alleen in Rotterdam en omstreken, maar over het, door het hele land. Echt, zonder dat dat ooit geleid heeft tot landelijke bekendheid, helaas. Dit was het visitekaartje van de André Kas band. En daar stond achterop: André Kas, geen muziek, maar burengerucht. André Kas, gespecialiseerd in de vertolking van Nederlandstalige rock'n'roll, waarin seks, drank, drugs, korfbalsport, zelfmoord, diefstal en andere leerzame dan wel actuele onderwerpen binnen de interessesfeer van de moderne jeugd op indringende wijze worden gerelativeerd. Want vinden wij onszelf niet regelmatig terug om een uur of vier 's ochtends in een steenkoude, onverlichte gang te midden van de meest vreemdsoortige rommel en achterloos weggeworpen kledingstukken? André Kas, een nachtmerrie voor zijn ouders en uw dochter. André Kas, uit het leven gegrepen. En niet in het kader van het Holland Festival. Dit is helemaal waar en ik kan het weten. Geen schijn van kans heeft een hele